Welkom allemaal, what's up family, family smalls, ma niggas. Welkom back bij een gloednieuwe video, man. Laatste video dat ik heb gedaan was op Joost Klein, ik wil je. Mocht je die nog niet gezien hebben, link staat in de beschrijving of hier ergens van boven. En je kunt er gewoon op klikken en eens gaan kijken. Ik heb ook een reactie gedaan op Brian MG, Shari's een Freak, featuring Henkie T. En die tune is ook hard. By the way, Henkie T heeft ook net een album gedropt. Daar ga ik ook op reageren. Maar vandaag is het... Oh ja, lele. Ik voel me plot weer zo. Oh ja, lele. Hey, er is een hele commotie rond deze song aan het gaan. Dat K3 deze GoFast nigga eigenlijk probeert te sue. En dat ze die... Ze proberen het eigenlijk niet, ze gaan het sowieso wel doen waarschijnlijk, want Studio 100 heeft een soort van power. Ik hoop dat die song niet wordt neergehaald of geblokkeerd. Ik vind het dirty van Studio 100 dat ze dit doen. Ik vind het nasty van Studio 100 dat ze dit doen. Anyways, en de K3 van nu mag eigenlijk niet klagen, want als het aan mij ligt, dan hoort deze K3 die er nu is ook al niet meer te zijn. Want jullie zijn eigenlijk een B-tag version van wat dat K3 echt was. Anyways... Ugly ass hoes. Vandaag reageer ik dus op GoFast 3K featuring Barbersoes. Of Barbroes. Barbersoes. Oké, let's go. Wee yo, mits. Corona? Social distancing? Al die Belgen. What the fuck? What the fuck? Of Nederlanders. Ik weet niet eens waar dat GoFest is. Wow. Ik begrijp Studio 100. Unleash the condiments with relish. Wow. Ik begrijp Studio 100. Hey, dit is disrespectful. Hey, ik kan dit bijna diss track noemen. My boy, go fast, zegt hij. Shit! Wacht. Yo. Dit is echt wel disrespectful, man. Nee, als je like... Als je het goed bekijkt... Het is eigenlijk ook wel disrespectful. Het is fucking dope. Het is koude hard dat die guy gewoon dit doet, man. Dit is shitte. Hij is letterlijk een shit aan het nemen op Studio 100. Hij zegt, guys, hier, mijn soa open, drol eruit. Hij zegt, fuck jullie. Oh, hey, dit is crazy, man. Dit is crazy. Is hij gesigned, by the way? Zo, ik hoop dat hij niet gesigned is, want als ik zoiets zou doen, zou ik ook independent blijven. Nee, maar deze tune is echt... Ik vind het grappig, ik vind het grappig. Het is hard hoe dat is gekomen met de lines en zo, maar ik vind het eigenlijk gewoon fucking grappig. Wie doet er nu zoiets? What is next? Een remix maken van Samson en Gert Sams. Wow, wow, wow. Ik breng hem op ideeën. Hey, go fast, relax. Je gaat boetes krijgen, man. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh. Ze maken van een Studio 100 song een drill. Ze maken daar drill van. Dit is gangster.
gangster, bruh. That's a gangster! Nigga, are you okay? Nigga, why are you okay? Are you okay, nigga? Shit! Fuck! Yo, dit is crazy, man. Dit is gewoon echt crazy, man. Hoe komt hij erop, man? Fuck. Is dat Barber Soes? To be honest, op gebied van zijn verse, zeg maar, dat hij nu net heeft gedropt, was het eigenlijk wel easy. Het is niet echt om te zeggen van wow, he blew me away. Maar ja, is dat zijn kapper of zo, waardoor dat hij Barber Soes heet? Hey, yo, het is gewoon grappig dat ze hebben geremixed, maar het is niet om te zeggen dat die tune, like, op gebied van lines en shit, dat crazy is of zo, snap je? Like, ik ken kinderen van 11 jaar hier uit mijn buurt die dit ook kunnen doen, gewoon, hè. Oké. Okay. GoFast 3K is een tune, maar dat is puur omdat ik gewoon weet waarvan de tune komt. Maar ik ga de song toch wel een 7 op 10 geven, want ik ben en blijf een eerlijke jury. En ik vind dit niet echt een tune dat ik zou luisteren ofzo, maar het is wel hard dat hij Oya Lele heeft geremixed. En ik vind het ook hard hoe dat hij ermee aan het omgaan is, dat hij eigenlijk gewoon gehaat wordt door heel Studio 100. Bro, je bent Belgium most... Nee, je bent Belgium most hated niet, dat ben ik. Maar je bent Studio 100 most wanted, man. They trying to get your ass, bro. On some Get Out nigga shit. Hebben jullie die film by the way gezien? Ik heb die film niet lang geleden gezien, Get Out. En dat was intens, man. Yo, I've seen a lot of shit on the internet, snap je? Like, mensen droppen zo snippets en korte filmpjes van Get Out en maken daar dan memes van. Maar yo, die film kijken, that's crazy, man. Yo, white people in America, goddamn. Anyways, dus deze tune is een 7 op 10. Sowieso shout-out naar GoFast voor deze song te maken, want het is echt wel iets voor de heut. En dan laat me ook weten wie dat ik in de volgende music video reaction op moet reageren. In de comments. Volg mij op Instagram. @DaddySmalls. En dan zeg ik zoals altijd gewoon. Goodbye my niggas.